Hallo iedereen, ik ben Katrien en ik studeer aan de lerarenopleiding in Heverlee voor leerkracht secundair onderwijs voor biologie en gezondheidsopvoeding. Ik heb in het middelbaar zelf STW gedaan, waar je eigenlijk al leert kennis maken met sociale wetenschappen en de integrale opdrachten. Dit komt eigenlijk vooral terug in gezondheidsopvoeding. Bij sociale wetenschappen ga je dus eigenlijk eerder naar het sociaal aspect kijken en dat vond ik vroeger ook al zeer interessant. En het koken. En ja, in integrale opdrachten gaat het vooral rond koken en komen ook nog de wetenschappelijke kantjes naar boven. En daarom heb ik gekozen voor gezondheidsopvoeding. Ik heb er nog geen enkel moment spijt van gehad, omdat je leert heel veel. Je leert niet alleen koken, je leert niet alleen het sociale aspect. Je leert ook toegepaste wetenschappen. Dus dat zijn eigenlijk kleine de wetenschappen, maar die dan gelinkt worden naar de keuken of naar de linnenzorg, hoe katoen bestaat bijvoorbeeld. En dat gaat dus eigenlijk allemaal daar ook worden uitgelegd. En het is heel interessant. En het team van de gezondheidsopvoeding staat altijd voor je klaar. Je kan altijd vragen stellen en ze blijven je helpen totdat je het echt begrijpt. Tijdens de stages heb ik ook gemerkt dat dit vak me heel erg ligt. Je gaat dus eigenlijk tijdens koken ga je dan jullie leerlingen begeleiden. Je gaat demonstraties geven waarbij je de leerlingen tips gaat geven. En geen zorgen, die tips krijg je in de lessen zelf. Dus vandaar ga je eigenlijk tijdens de lessen ga je veel opnemen en dan kan je dat allemaal aan je leerlingen zeggen en tonen. Dus dat is eigenlijk heel fijn. En als je nog vragen hebt, ga dan zeker op 9 mei naar de chatroom van de gezondheidsopvoeding. Dag!